Hi allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Muzikantenpraat. En dit keer hebben wij aan onze bar zitten Leon Robbermond. Goedenavond is het. Ja, het is avond. Inmiddels wel. Hè. Ja. Wij gaan het eens even hebben over jouw, ik zei het al, over jouw drumcarrière. En yes. Jij zei van, oh, als ik het nou maar weet. En nu? Maar geef verkeerde dingen zeg. Hey, even tel eens, hoe is het als klein manneke begonnen? Mijn vader die speelde in allerlei orkesten, of tenminste in de Maanischkapel, in één orkest. Ja. En die was veel op pad en er werd eigenlijk thuis werd er altijd muziek gedraaid. Dus het was eigenlijk ook wel een soort van vanzelfsprekend om daarin mee te gaan. Mm-hmm. En, speelde ook drums? Of? Nee, hij speelde piano. Okay. Ja, vleugel. Ja, ja. Zij was pianist bij de Maanischkapel. En ik ging eigenlijk regelmatig mee en ging lekker kijken, bij de drummer zitten. Ja. Ja, het zou dus eigenlijk een soort van... was voor mij nog ineens duidelijk van ik wil drummer worden. Daar dacht ik niet over na, maar volgens mij had ik gewoon onbewust één doel. Muziek. Dat ga ik doen. Ja, gewoon muziek maken, muzikant zijn. Ja. Ja. En hoe oud was je toen je altijd meeging? Wat was de eerste trigger? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet wel dat ik 4 jaar was of zo. Volgens mij toen kreeg ik mijn eerste drumstel. Oh ja? Dus een soort van dat het volwassen drumstel. Ja. Ja. Cool, dus daar zijn je eerste stap op gemaakt. Dat was precies. Nou, daar had ik eigenlijk al een foto van mee kunnen nemen. Ja. Dan denk ik ineens van, oh ja, crap, die heb ik wel. Die heb ik wel. Die heb ik wel. Ja. Nee, ja. Dat was inderdaad de eerste stap. Daarvoor had ik van die Bart Smit drumstellen en die waren snel kapot. Dus dat was van, nou, hier heb je een echte. Hier heb je een echte. Kijk aan. Ja. Hey, en drumles gehad, meteen mee begonnen of heb je veel zelf gedaan? Nee. Ik in het begin gewoon, even kijken hoor, wat zelf dingetjes. Meespelen, wel drumles gehad, maar daar was ik eigenlijk nog niet jong voor. Dus mijn spanningsboog was zoals van, nou weet je, ga maar gewoon lekker zelf drummen dan leer je het wel. Dus mijn vader was er af en toe bij en die gaf me wel tips. En luister eens goed naar dit ritme en wat speelt hij daar? En dan, en dan pak ik het. Meer ritmisch bezig. Eigenlijk meer dat, ja. Gewoon liedjes meespelen. Dus, ja. En wanneer kwam dat moment dat je echt fanatiek dacht van, dit is het, ik ga hiervoor, ik veel oefenen? Ja. Ik weet niet of dat moment soort van echt was of dat het eigenlijk soort van langzaam ontstaan is. Ja, ik weet niet. Ik heb nooit een twijfel over nagedacht wat ik wilde worden. Nee. Het was voor mij gewoon duidelijk van ik wil drummen of zo. Dat was gewoon een soort van, dat. Ja. Als mensen vroegen van wat ga je doen? Ja, drummer worden of drummer, Had je dat op je middelbare school al, dat je dacht van, ik haal mijn middelbare school en ik ga daarna een rockacademie concentreren? Ja, zeker. Wat. Ja, dat had ik op de basisschool. Was voor mij duidelijk van, dat was dan, ik wil gaan drummen. Ja. Ik wil naar het conservatorium. En een soort van, in groep 8 dan zat ik altijd al drumstellen te tekenen en stokken. En ik had een soort van mijn eigen... signature stok had ik al helemaal uitgewerkt en drumcellen getekend. En met die wil ik dan een soort van dat. En ik wil op die merken gaan spelen. En echt een soort van, als een freak was ik. Dat was gewoon het enige was gewoon drummen. Alleen maar dat. En is het uitgekomen? Ja, het is uitgekomen. conservatorium gedaan. Hoe heb je dat ervaren, die tijd? Was dat helemaal... Je hebt je natuurlijk... blind gestaat op altijd drummen. Dan kom je natuurlijk in zo'n flow van alleen maar drummen. Ja. Dat was wel helemaal jouw ding. Je dacht van, dit is het einde. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het conservatorium heb ik wel ervaren als mijn plek om te zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik kon gewoon lekker met allerlei bandjes spelen, ensembles en dingen. En een tijdje big band ook gedaan. Ja, natuurlijk heb je ook een soort van die momenten dat je denkt van, wil ik dit wel? Of klopt dit wel? En krijg je een soort van wat van die dipjes, weet je wel. Dat je veel in je hoofd gaat zitten. Ik ben ook al daar ben ik heel erg gaan twijfelen aan mezelf. Gek genoeg. Doordat ik misschien heel veel deed. En daar dus ook op een gegeven moment doe je zoveel. Kan je bepaalde dingen niet meer, niet alles meer 100% doen, weet je wel. Dus, dus ik heb daar ook een soort van te veel geleerd. Maar misschien ook een bepaalde angst een beetje opgebouwd, inderdaad. Ja. Onzekerheid, laat ik gewoon zo zeggen. Te veel willen ook. Ja, ook ik kon ook geen nee zeggen. Inderdaad. Dus dan krijg je een soort van 100.000. Wil je dit doen, wil je dat doen, eindexamens. En ik zei gewoon overal ja op. Want ik wil het wel doen, weet je. En dat is natuurlijk te gek. Maar op een gegeven moment is van, je moet ook durven nee te zeggen. En eigenlijk is dat misschien daar ook wel heel belangrijk. Ja. Maar die had ik nog niet door. Die had je nog niet door. Waar heb je op het conservatorium gezeten? Welke was dat? Rotterdam. Rotterdam. Ja.
Ja, heb ik 3 jaar gestudeerd en daarna heb ik eigenlijk een sabbatical year genomen. Die heb ik eigenlijk nog steeds. Die heb ik eigenlijk nog steeds. Ja, nee, die had ik gedaan. Ja, omdat het op dat moment voelde ik van, oké, het wordt gewoon even te veel. Ik moet gewoon even hoofd legen, weet je wel. Ja. En gewoon even, geen druk meer of zo van studeren en alles moeten doen en diploma moeten halen, zulke soort dingen. Ja, dat die dus druk moest er even af. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Dus toen ben ik gestopt en eigenlijk niet meer teruggegaan. Nee. Niet gestopt met spelen, maar echt gestopt met... Nou, precies. Gestopt met studeren. Ja. En eigenlijk... Ik was daarnaast, naast conservatorium, speelde ik ook gewoon in beentjes, coverbands en allerlei andere projecten. En nadat ik gestopt was, volgens mij een half jaar daarna of zo, belden ze vanuit Joop van der Ende of ik de musical business wilde gaan spelen. Oh ja. Dus ik ben dat eigenlijk gaan doen. Een musical gedaan. Ik dacht van, nou ja, kreeg Siske de Rat, kwam op mijn pad. Ik dacht van, nou, dat is op zich is dat wel, dacht ik, een easy musical. Zo, dat zijn gewoon een beetje kleine dingetjes, weet je wel, dat komt wel goed. Ja. Maar uiteindelijk was het toch een iets grotere, zwaardere, uitdagendere productie dan dat ik dacht. Maar alleen maar te gek. Ja. Ik heb daar heel veel geleerd. En daardoor ben ik ook niet meer teruggegaan. Dus ik ben daar gewoon vol in gegaan. Super ontwikkeld eigenlijk. Ja, nou komt dit en dan ga ik er gewoon lekker op verder beduren. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Is dat ook eigenlijk het moment geweest dat het gewoon is blijven lopen? Want je hebt heel veel dingen gedaan. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, vanaf daar ging het... toen is het eigenlijk wel gelopen. Gewoon in de kijker gespeeld alles. Ja. Toen ook alles gepakt of wel sommige dingen ook nee gezegd? Nee. Alles gedaan. Ja. Nee, ja, ik heb inderdaad, ja. Achteraf gezien dacht ik, nou, misschien had ik af en toe nee mogen zeggen. Ja. Maar dat heb ik niet gedaan toen, nee. En waarom dacht je dan af en toe van, misschien had ik dit niet moeten doen? Gewoon omdat je dacht van, ik kon het niet? Of nee, nu niet, denk of... ik dat. Nee, meer van, door wat ik natuurlijk de afgelopen 2 jaar heb meegemaakt. Ik denk van, nou, als ik toen al nee durfde te zeggen en meer voor mezelf kon gaan staan, dan had ik misschien ook wat minder druk op me genomen, minder stress. Ja. Als muzikant, althans dat ervaarde ik zo. Als je iets krijgt, dan moet je het ook doen, want je bent er snel uit. Weet je wel, er komt snel iemand anders voor in de plek. Ja. Wat misschien ook wel zo is of was. Ligt ook aan de scene, denk ik, waar je in zit. En, dus pakte ik eigenlijk alles aan en deed ik alles. Ja. En dat is... achteraf gezien dacht ik, nou, als ik op een gegeven moment... Dan moet je ook een soort van weten van, oké, wat zijn mijn grenzen? En misschien, weet je, niet omdat ik het niet wil, maar een avondje vrij is ook prima. Terwijl, ja, precies. Of 1 gig op een dag in plaats van 3 is ook goed. Of, weet je, in een weekend 6 keer spelen. Dan denk ik, nou ja, 2 keer is misschien ook goed. Ja. Maar goed, je bent nog jong, dus je denkt van, we gaan, weet je wel. Go with the flow. En eigenlijk heb je dus ook veel verschillende soorten dingen gedaan. Ja. In de tijd dat je ook op conservatorium zat en qua studeren... had je wel voorkeur voor bepaalde stijlen of iets? Je daarvan... Ja, onwijs. Ja, ik heb op het conservatorium eigenlijk alleen maar jazz gestudeerd. Oh ja. Ja, dat hoor je nu bijna. Nou ja, hoor je niet meer terug. Het is, veel mensen weten niet dat ik dat gestudeerd heb, laat ik zo zeggen. Nee, ik wist omdat niet. Dat niet de richting is die ik nu, waar ik nu in zit. Maar in die tijd studeerde ik eigenlijk gewoon die hard Tony Williams en Jeff Hamilton en Mel Lewis dingen. Ja, dat eigenlijk. Ja. En dat vind ik nog steeds te gek, dat draai ik nog steeds thuis. Ja. Dus dat studeer ik af en toe nog. Ja. Maar live bijna niet? Wel nee, veel gedaan? Niet, nee. Nou, ook niet heel veel, nee. Ik kwam al gauw in de pop scene terecht. Ja. Ja. Hey, en vertel eens, kijk, voor veel jongens die hier natuurlijk ook in de winkel komen, is dat wel een ding. Van, het zijn 15, 16, die willen natuurlijk absoluut zo'n conservatorium gaan doen. Ja. En waarom? Om gewoon 4 jaar muziek te studeren en daar je connecties op te doen voor je loopbaan, laat maar zeggen. Zou je daar jongens een tip of iets in kunnen geven? Nou, we hebben net eigenlijk al gehad, misschien te veel stress opgeleverd voor mezelf, omdat ik alles maar wilde. Ja, precies. Heb je misschien ook nog iets anders, dat je denkt van, doe dat wel, doe dat niet?
Ja, ik denk dat het gewoon... ja, dat vind ik een lastige, want iedereen zit anders in elkaar, weet je wel. Ja. Iedereen denkt anders, iedereen... Het is gewoon heel belangrijk een mindset kwestie, daar ben ik ook wel achter gekomen. Een mindset dat je gewoon je mind goed op orde hebt. En een tip. Het is denk ik heel lastig in die leeftijd nog, maar blijf vooral bij jezelf, dat is wel belangrijk. En niet dat je andere dingen gaat afkaatsen of wat dan ook, of gaat verzetten. Doen. Maar blijf bij jezelf en blijf vooral ook je alert, weet je wel. Een beetje een soort van wakker of zo. Dat je, dat je weet van, oké, ik ga nu te veel doen. Of is dit, ga ik niet te veel stress opnemen en zulke dingen. Dat is wel belangrijk. Ja. Dat je ook in dat opzicht goed voor jezelf kan zorgen en in de gaten houdt, denk ik. Dat soort van, en dat je niet... Natuurlijk, iedereen die wil helemaal gaan en gaan en gaan. En dat is heel belangrijk. En je moet de kilometers ook maken. Daar zit je eigenlijk ook voor daar natuurlijk, ja. Precies, daar zit je ook daarvoor, zeker. Maar vergeet ook zeker niet je mindset aan te pakken. En een soort van de rust te nemen, de overzicht. En vooral goed aan te voelen hoe je stresslevel en stressmeter is. Ja. En zulke dingen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, ja. Want na veel jaren van spelen met verschillende artiestenprogramma's, musicals en dat soort dingen... Heb je zelf ook een keer even een flinke dip gehad? Ja. Dat is nu, 2 jaar geleden? Ja, dat was, 2018. Augustus 2018, ja. Vertel eens, wat is eigenlijk precies met je gebeurd? Wat was het moment? Even kijken, wat er precies gebeurd is. Ja, ik kreeg op een gegeven moment, ik zou naar een gig toe gaan, rijden. En op het moment dat ik daar naartoe wilde, zei eigenlijk mijn vrouw, die zei van, joh, je ziet een beetje wit, weet je wel, is het wel handig om te gaan? Dus, uiteindelijk dacht ik van, ja, weet je, ik ga gewoon. En ik was moe, liep veel te kuchen, dus het was een soort van, het was niet helemaal oké. En zij relateerde dat ook aan een eerdere situatie met haar eigen vader. En toen bleek het dus, ben ik uiteindelijk toch maar een soort van die gig afgezegd van, joh, weet je, het voelt inderdaad niet verstandig. Op het laatste moment nog een invaller gestuurd en een check gedaan bij de arts, een hartcheck. En toen bleek het eigenlijk een soort van dat ik hartritmestoornis had. Mm. Voor een drummer heel grappig. Chaotische. Zij klopte niet meer in de vierkwartsmaat. Ik was zo ver gaan dat het eigenlijk continu was dat soort van compleet uit het ritme en gedoe. En dus uiteindelijk kon ik daardoor, was ik gewoon heel moe, uitgeput. Ook een soort van een brain ding, weet je wel, een minding van oké, dit is aan de hand, ik moet gewoon even kappen nu. Ja. Gewoon te ver gaan eigenlijk, gewoon te veel stress, te hard doorgegaan, weet je wel. Te veel gedaan. Maar heb je dat daarvoor niet gemerkt? Of heeft je vrouw ook nooit eerder een keer gezegd van... Nee, ik heb wel daarvoor een check gehad een keer. En hadden ze het soort van... een onschuldige operatie. En dan moest ik een soort van... werd even getest. Was van, ja, je hebt hartritmestoornissen. Oké, ja, prima. Ze is bij de arts geweest en die zei... Het is op zich oké, maar als het te heftig wordt, dan moet je even de bel trekken. Maar wanneer weet je dat het te heftig was? Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Dus ik ging maar gewoon door. We hadden natuurlijk jonge kinderen. Vroeg naar school. Ook daar behoorlijk wat meegemaakt. Ja. Dus op een gegeven moment weet je ook van... joh, er is veel gebeurd, weet je wel. We jonge kinderen. Veel stress. Dus ik ben gewoon moe. Dat is gewoon te veel. Ja, dat is gewoon te veel. Ja. Maar dat bleek achteraf niet. Dan krijg je een soort van de man met de hamer die al even langskomt. Ja. Oké. Baf, nu is het klaar. Klaar. Ja, nu ga je maar even pas op de plaats. En achteraf, als ik dan terugkijk, denk ik van... Nou, ik had misschien al wel eerder kunnen merken. Kunnen weten eigenlijk. Maar je gaat er ook een beetje overheen, weet je wel. Dus dat, wat je net ook zeggen, als ik die dingen niet doe, die klus, dan staat er iemand anders op die plek en precies. Ben ik het kwijt. Ja, dus, ja ook dat. Dat is toch een angst, een soort van een angst die heerst over de muziekwereld. En misschien is dat ergens ook wel zo, maar... Ja, ik ben nu ook een beetje zelf, als ik die dan kwijt ben, weet je wel...
Wie zegt dat die plek ooit voor jou is geweest überhaupt? Dus ja. Dat is ook al een grappige beredenering. Ja. Ik denk van ja, als het zo is, dan is dat zo. Weet je wel. En dan, misschien past die plek op een of andere manier niet bij jou of wat dan ook. Er zal vast meer aan de hand zijn dan dat jij daar niet meer bent. Als ja, precies. Dus je gaat ineens anders nadenken, ook anders tegen het leven aankijken. En dat, ja. Is dat, Had je daar heel veel moeite mee om er toch aan toe te geven of niet? Aan het stoppen en alles. Ja. Ja, heel veel. Ja, ja. Zeker. Dat was wel... Het was wel KUT. Ja. Ja, nee, dus zeker. Ze konden je toen nog bij de haren pakken. Toen was klaar. Nu, ja, precies. Ja, ja, nee, het is... Nee, dat was wel echt... dat was echt wel shit. Ja, ja. Om maar zo te zeggen. Ja. En hoe lang heb je daar eigenlijk, om het zo even te zeggen, ingezeten? Om de stop, laat maar zeggen. Om echt gewoon niks te doen, bedoel je? Ja. Ik heb eigenlijk... Kijk hoor. 2019. Ja. Ja, ik ben nu eigenlijk sinds een paar maanden weer een beetje bezig. Ja. En tot die tijd heb ik wel af en toe wat gewoon een gigje meegedaan, weet je wel. Ja. Maar dan soort van ging ik daar naartoe en dan reed ik met bandlid mee en dan speelde ik één of twee liedjes. En dat bouwde ik iets op, dat ik hier kom. Maar een soort van echt weer, ik heb eigenlijk, ik heb één gig in de zomer gedaan. En toen kwam ik er wel achter van, nee, dit gaat echt nog lang niet. Nee, dit is gewoon echt veel te veel. Ja. Maar had je dan hetgeen dat het weer te veel druk op kwam? Of dat je het gewoon niet erin zat? Of? Conditioneel kon ik niet meer aan, nee. Ah, nee, okay. Een soort van mijn conditie is zo achteruit gegaan dat ik het weer helemaal niet moest opbouwen. Ja. En ik kreeg ook zeker stress en druk weer. Grappig genoeg, ik heb daar ook een filmpje van meegenomen. De eerste gig die ik weer deed, of het eerste liedje wat ik meespeelde, had ik een soort van stress, maar dat kon ik heel snel laten varen. En weer gewoon lekker ontspannen spelen, weet je wel. Gewoon van, oké, geen druk, geen stress. Nee. Ik kan gewoon dit liedje spelen en dan kan ik daarna weer wegstappen. Ja. En, laten we even kijken naar dat videootje. Naar dat videootje, ja. Ja, lekker. Ja, dit was een soort van mijn... Ja, eigenlijk in comeback. Dat opzicht weer... Ja, comeback inderdaad. Dat was wel een hele overwinning om dat weer te doen, weet je wel. Na een soort van... toch wel een jaar of... een jaar niet meer op podium te staan. Had ik een soort van... Ik voelde echt weer die spanning, weet je wel. Podiumvrees weer van... Oh shit, en dadelijk gaat het weer goed op podium en dan... En, ja, en het was ook wel interessant, want dan kom je er ook gewoon achter hoe je mind jou helemaal kan domineren en kan, fuck om maar zo te zeggen. Ja. Dat was wel een, die is wel heavy. En die voelde ik eigenlijk voor die tijd ook, alleen was ik daar niet meer bewust van. Weet je wel, dus je hebt die dingen wel, maar het is meer van, Het is er. Het is er, ja. En zonder dat je het weet, ga je op een gegeven moment daar helemaal in zitten. Ben je niet bewust van dat die er überhaupt is. En voor je het weet krijg je klachten en shit. En dan ga je er gewoon dwars overheen en dan gebeurt er een keer iets. Precies. Dus dit was eigenlijk het eerste moment weer dat je gewoon weer on fire was. Ja, eigenlijk wel. Ja. En ik was echt super moe bij die gig ook. Maar ik heb wel, als ik terugluister, denk van ik voel hier totaal... Ik hoor niet dat ik met mijn hoofd aan het spelen ben, weet je wel. Ik zit echt een soort van gewoon open gedachten laten gaan en gewoon lekker muziek maken. Lekker spelen, ja. Ja, en dat,
En dat was voor mij wel van, oh ja, dat eigenlijk is dat soort van, dat moet het een soort van de basis zijn voor iedere muzikant. Ja. En, er mag spanning zijn, natuurlijk. Tuurlijk, focus er mag altijd zenuwen. Ja, maar ja. Dat is een soort van, er is inderdaad zenuwen, weet je wel. Zenuwen, ja. En een focus, maar ik kwam er gewoon zelf achter dat ik best wel met angsten en faalangsten en zulke spanning eigenlijk aan het spelen was. Ja. En ik denk dat eigenlijk heel veel mensen daar onbewust wel last van hebben, zonder dat ze het in de gaten hebben. Ja, precies. Ja, je doet vaak maar omdat het van je verwacht wordt of zo. Ja, ook dat. Ja, ja, precies. Ja. En Leon, die kan dat wel. Zijn de manier, die doet dat wel. Ja. Ja. Ja, en je weet zelf ook eigenlijk wel dat je het kan. Ja. Alleen op een gegeven moment kan je heel ver verwijderd zijn van jouzelf, weet je wel. En dan gaat het allemaal hier afspelen. Ja. En voor je het weet, weet je het niet meer. Nee, precies. Ja. Maar hoe ging je daarvoor er dan eigenlijk mee om? Had je dan niet dat als je een gig had ergens en je moest 2 uur karren daar naartoe, dat je dacht van 2 uur lang in de auto, we moeten trekken. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou ja, ik weet wel dat ik heb een paar klussen gehad inderdaad. Volgens mij Tino Martin in de HMH deed ik toen. Ja. Een paar repetities gehad, niet zoveel, 2 denk ik. En achteraf gezien denk ik allemaal van, fuck, dat is gewoon allemaal dat geweest, joh. En ik kreeg... Ja. In de repetities kreeg ik ineens een hele heftige allergische reactieaanval. Een soort van hooikoorts. Ik dacht van, hooikoorts? What the fuck, weet je wel? Een soort van, dan is er nog iemand is naar een shop gegeven om hooikoortsmedicatie te halen. Zulke dingen. Ja, omdat ik gewoon, ja, ik weet niet, man, er gebeurde iets met mijn ogen en alles begon te jeuken. En gewoon echt wel een reactie. En migraine ook en zo. Ja. En als ik nu dan terugkijk, denk ik van ja, het enige wat het was gewoon spanning. Ja. Het zat gewoon allemaal tussen de oren, weet je. Het is gewoon super heavy, paf. En... Ja, uiteindelijk, die gig is echt wel te gek. Ik bedoel, ik heb echt wel lekker zitten spelen, maar... Het is heel bizar dat dan... als je dat dan nu terugkijkt, dan besef je eigenlijk wat er allemaal aan de hand is. En waarom was ik gespannen? Ja, omdat ik het zelfvertrouwen niet had. Dus je denkt van, oh, als het maar goed gaat, weet je wel. Ja. Je hebt het misschien al 100 keer gedaan. Maar... 100 keer gedaan, natuurlijk. Iedereen zegt dat het te gek is. En ik weet het zelf ook als ik terugluister, ben ik blij, weet je wel. Maar toch is er een stemmetje jou wat zegt, ja, maar wat als het nou... Ja. Ja, dat. Altijd wat als. Ja, ja, en die kan, dat kan echt een killer worden. Ja. Daar heb je nu gewoon eigenlijk mee leren omgaan. Ook gewoon nou, om dat een beetje te ventileren. Ik denk eigenlijk nog verder. Ik ben er niet, want een soort van mee leren omgaan, dan is het... althans, voor mijn gevoel, mee leren omgaan is van, nou ja, het stemmetje is er en... je doet wat je kunt doen, weet je wel. Maar ik ben wel echt een soort van... ik ben er nog steeds mee bezig. En ik denk dat dat de grootste uitdaging van het leven is. Om, hoe ga je met je mind om eigenlijk? Ja. Dus gewoon uiteindelijk gewoon beseffen hoe je mind in elkaar zit en hoe dat allemaal werkt. En eigenlijk het enige was wat ik gewoon merkte. Ik was uitgeput. Waarschijnlijk dan door mijn hart. En doordat ik uitgeput was, kreeg ik een soort van gedachten. Ja. Hoe moe je bent, dat heeft iedereen, dan gaat je ratio aan, weet je wel, als je echt door bent gegaan. En dan wordt het gewoon een visuele cirkel waar je in zit. En dat had ik op een gegeven moment. Dus ik kwam er ook achter van, het belangrijkste is dus dat ik die vermoeidheid, die mag eruit. Mm-hmm. En die kan je ook met je hoofd weer aansturen, dus het is een heel complex ding natuurlijk. Maar het belangrijkste, op een gegeven moment kwam ik achter, van het enige waar het om gaat, is dat je gewoon weer teruggaat in je lichaam, in plaats van in je hoofd te zitten. Ja. En wat we nu proberen is vanuit het hoofd positieve dingen te zeggen naar binnen toe, voor zelfvertrouwen. En wat denk ik eigenlijk de allergrootste uitdaging is dat je een soort van het zelfvertrouwen voelt. Ja. En dat brengt positieve woorden naar boven. Ja, andersom. Voel je lekker erdoor. Precies, ja. Dus uiteindelijk is het belangrijk als je gaat spelen of wat dan ook, of überhaupt gewoon het leven, dat jij gewoon je gedachten weet te managen. Maar dat je vooral weet hoe je weer gewoon naar binnen kan, weet je wel. Ja. Naar je intuïtie, naar je gevoel. Ja. En dat is nu eigenlijk wel een soort van... Ik moest ook eigenlijk wel, doordat ik die klachten kreeg, kon ik ook niet anders. Nee. Een soort van, voor mij was zo van, nou ja, waarschijnlijk is dit de call dat ik gewoon meer weer vanuit mijn hart moet gaan spelen. Weer vertrouwen moet gaan krijgen, lekker moet gaan voelen, weet je wel. En niet allemaal maar dat. Nee, het grappige was eigenlijk wel dat het altijd voorafgaand een optreden was. En dan tijdens het optreden was het gewoon prima. Het was tikken en gaan.
En achteraf kon je daar af en toe over nadenken. Maar... Ja, nou nee, tijdens het optreden had ik ook wel echt dat ik vast zat. En, ja. Ja, ja, het lachte, het was wel een soort van welke klus was het, weet je wel. Maar ik heb wel... vooral de laatste jaren weet ik dat ik eigenlijk heel veel met soort van toch wel spanning op het podium heb gezeten. Of continu in mijn hoofd met stemmen van het is niet goed. Of dit moet je over, weet je, je komt er niet in of wat dan ook. Ja. En op een gegeven moment ook zo dat je alleen maar op je partij moet kijken. Omdat je anders bang bent dat je toch intuïtie niet meer kan. Ja. Weet je wel? Ja, dan krijg je dat. Het was op een gegeven moment, eerst was het voor de gig. Op een gegeven moment werd het voor de gig tijdens de gig. En toen werd het voor de gig tijdens de gig na de gig. Het was van, oké. Ja, nou is klaar. Volgens mij is er iets niet oké, okay, weet je wel. Ja. Dat, maar ja, wat? Ja, dus dat is dan lastig in te zetten. Dat is de grootste, ja, precies. Hey, en nou heb je zoveel verschillende dingen gedaan. Wat vond je het leukste eigenlijk om te doen? Want je hebt veel studioklussen gedaan, maar ook veel tv-klussen. Ja. Live natuurlijk, wat je zegt, grote zalen. Ja. Waar had je nou het meeste dat je dacht van, dat vind ik te gek om te doen? Want het lijkt me dat een tv-gig natuurlijk anders voelt en anders speelt dan een HMH. Zeker. Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen. Want het is allemaal... Het is allemaal te gek. Natuurlijk. Het is allemaal te gek. Ja. Ja, ik heb met alles heb ik mooie herinneringen. Ja. Dus dat blijft soort van wat. Ja. Ja, ik weet niet. Er zijn verschillende dingen. Ja. Een soort van de highlights. Nou ja, weet je, bijvoorbeeld met Alain, weet je, zo'n eerste keer een groot festival. Dat was natuurlijk de eerste artiest waar ik bij ging spelen. Mm-hmm. Een grote artiest en. Kwam ik op dat Koninginnedag was. Ja, dat podium en die bevrijdingsfestivals. En dan kom je op een gegeven moment dat steeds van het Koninginnedag ding op. En dat zag je natuurlijk normaal altijd van tv. En nu zag je het ineens vanaf het podium. En dat was wel zo van wow. Vet. Dit is wel kicken. Ja. Dus dat was wel een soort van mind-blowing ding. Weet je van wow. Dat is vet. Ja. Maar ja, net zo goed met toen mijn eigen bandje met Organ Tonation in North Sea Jazz Festival. Dat we daar 3 dagen volgens mij was het een tent daarnaast inderdaad, hebben we 3 dagen gespeeld. We vroegen allerlei gasten die dan daar rondliepen. Oh ja. Heb je zin om mee te spelen? Dat was eigenlijk, dat is ook helemaal te gek geweest. Dus cool. En een soort van, ik heb mogen openen bij het North Sea Jazz op het podium van Yamaha. Bij de deuren. Ja, dat is ook heel tof. Het zijn allemaal soort van, het zijn heel veel momenten dat ik denk van te gek. Te gek, ja. En over Yamaha gesproken, ik ken jou niet anders dan dat je op Yamaha speelt. Ja. Dat is wel jouw ding. Ja. Waarom? Waarom? Ik voel me daar fijn. Ja. Een soort van, als je het hebt over hoofd en gevoel, dan is het, als ik achter Yamaha zit, dan voelt het als thuiskomen. Oh ja. Dat is het belangrijkste. Hoe lang speel je er nou voor? 10 jaar. Ja? Zo, 10 jaar. Anniversary. Ik weet het. Ik wist het zelf eigenlijk geen eens. Maar 10 jaar. Ja, verrek joh. En heb je daarvoor dan ook gewoon altijd Yamaha gespeeld? Nee. En in één keer niet? Nee, maar allereerste drums was Yamaha. Een Stage Custom. En daarna ben ik Sono Delight gaan spelen. En de beginperiode bij Alain speelde ik op van die Sonor Swingers, dus die vintage kitjes. Ja. Cool. Maar toen werd ik voorgesteld aan Yamaha. Toen had ik gezegd van, weet je, die Club Custom kwam toen uit. En dat is natuurlijk wel zo'n kitje. Dat is wel mijn kitje, om maar zo te zeggen. Ja. Dus dat was een soort van, wil je daarop spelen? Dus, prima, ik wil erop spelen. En als ik mijn ogen dicht doe en het voelt dat het lekker is, dan wil ik graag daarop spelen. Ja. Dan doe ik het en anders speel ik gewoon op mijn Sonos. Dus dat was eigenlijk de deal die ik ook echt gemaakt had. En dat is gebleven. Dat was heel tof. En dat ik zeg van, weet je, dan wil ik het graag. En, dan blijven doen. En nu speel ik op, inmiddels, dus 10 jaar inderdaad daar. Pyjama, met allerlei verschillende kitjes en ik vind ze allemaal tof. Ja. En de cymbals speel je sinds kort op Mino. Ja. We hebben die eentje neergezet van jou van, wat is nou een van jouw favorieten? En dit is dan de 20-inch Bison's Jazz, extra thin ride. Waarom die? Ja. Meest gebruikt voor jou of iets? Of? Nou, het is nog ineens gek genoeg de meest gebruikte nemen, want ik kan hem niet altijd kwijt in situaties. Nee, dat is heel gek, dat is het eigenlijk. Maar ik vind het zo'n gaaf ding. Ja.
Ja, je kan er heel subtiel op spelen, maar ook gewoon lekker crashen, weet je wel, erop. En dat vind ik altijd bij mij nog, die droge sound vind ik te gek. Ja. En dit zit er net tussenin. En cymbal rolls bijvoorbeeld, dat klinkt ook heel mooi, gaat hij helemaal open. Dus dit, ja, voor mij was een soort van, ja, dat cymbal vind ik wel echt te gek. En als ik hem kan gebruiken, gebruik ik hem. Alleen is niet vaak. Ik zie wel dat hij heel wat gebruikt is. Ja, mijn stokken geven gewoon een beetje af. Dus dan gaat het vrij snel. Cool, man. Ja. En wat is nou verder voor jou qua tuning of zo? Want we hadden het er net voorafgaand aan het videootje natuurlijk over van... Een drumkit klinkt het mooist wanneer je de zachter speelt. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel tunen. Ja. 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 Wat zijn voor jou de dingen dat je denkt... zo tune ik hem, dat werkt voor mij altijd? Heb je dat boven hoge of tegelijk of onder lage? Of wat doe je aan één kant? Ja, zo'n freak ben ik dus niet. Nee? Nee. Gewoon, nee. Staan we poef. Ja, ik denk eigenlijk nooit naar hoe ga ik hem stemmen. Oké. Okay. Gek genoeg doe ik dat dus wel op gevoel weer. Daar denk ik ook niet over. Ik denk af en toe wel wat afspraak goed is, maar... Ja. Weet je, dat weten we inmiddels. Nee, ik pak eigenlijk altijd... Ja, ik ga altijd gewoon stemmen en dan... ik heb daar nooit inderdaad een soort van... Want dit moet je precies en moet je zo doen en dat moet op spanning. Ja, nee, ik ga altijd gewoon op... Ja, ik ga altijd gewoon op toon af. En meestal... als de mic erboven staat, dan ga ik eigenlijk een beetje tunen. Want dan weet ik ook meteen hoe het om mijn oren klinkt. En dat in plaats van dat ik hem ga tunen en dan een mic erboven en hij klinkt niet meer of zo. Nee. Dus dat is meestal wat ik doe. En dan ja, op gevoel. Ja, ja cool. Want, leuk. En soms vragen ze, joh, kan hij iets drogen of kan hij iets meer gebeuren? Nou ja, dan ga ik weer verder tunen. Dat, ja. En de favoriete configuratie set, is dat 22, 10, 12, 14, 16? Op het moment wel. Ja? Denk ik, ja. Ik heb een hele tijd op inderdaad 22, 12, 16 gespeeld. Ja. Nou, 22, 12, 14, 16. Mm-hmm. En nu dan inderdaad... het hele rondje. Rond. ja, ik weet niet. Het is maar net een soort van wat voor gig en wat voor waar ik zin in heb. Ja, ja precies. Ja. Hey, en je geeft nou ook online drumlessen volgens mij, hè? Online nog niet, maar ik ben er wel mee bezig. Daar ben je mee bezig. Ja. Ja, ik denk dat het wel binnenkort moet gaan werken. Ja. Ja. En wat vind je belangrijk voor in jouw drumlessen om mee te geven? Mensen uit hun hoofd te halen. Ja, ja precies. Waar ik ook gewoon in zit. Ik merk dat heel veel mensen daar nu eigenlijk... Misschien weet niet iedereen het, maar veel mensen merk ik dat die vastlopen, soort van. Die, die spelen hier. En wat me op een gegeven moment opviel, is dat... heel veel mensen soort van die spelen wel, maar ze voelen eigenlijk helemaal niet meer überhaupt dat ze aan het spelen zijn. Nee. Dus dat is een heel gek ding, maar die sturen soort van hun lichaam aan. Terwijl het soort van dat ik soms vraag van, joh, maar voel je ook dat je speelt, weet je wel? Voel je het soort van door je lichaam heen en dat wordt dan niet gevoeld. En dan weet je, uiteindelijk heb ik dat ook gemerkt en dan kom je dus op een punt dat het op een gegeven moment soort van kan gebeuren. Ja. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat als ze, ik geef eigenlijk ook liever coaching, dat gewoon weer helemaal terug even naar het gewoon in het lichaam en gewoon spelen op gevoel en intuïtie en zelfvertrouwen. En dat... dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat versterkt het drumspel, vind je eigenlijk? Ja, ik vind een soort van, als jij in jouw intuïtie zit en echt, om dat maar te zeggen, dat klinkt voor sommigen misschien zweverig, maar uit het hart speelt, dan kun je je eigen verhaal vertellen. Ja. En echt jouw eigen verhaal. Dan komt ook jouw persoonlijkheid er pas uit. Ja, cool. Als je met je hoofd speelt, komt je ego eruit. En dat kan misschien tof zijn. Maar... als je daarop kikt. Precies, maar dat is het. Ja, dat is het. Ja. Dus voor mij is het allerbelangrijkste dat je gewoon dat wat je speelt, dat het gewoon puur is. En dat eruit komt. Dat het bij je past. Dat, ja, precies. En dan onderscheid je ook van de rest. Ja, klopt. Ja, dus dat is een soort van mijn missie ook nu geworden. Omdat ik zelf merk van, oh ja, dat is gewoon nodig. Anders dan, ik weet hoe het anders kan gaan. Ja, precies. Je hebt het meegemaakt. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Hey, leuk man. Dus ja. We hebben een mooi half uurtje gebabbeld over jouw... Ja, nu al. Dat gaat hard, joh. Ja. Over jouw verleden eigenlijk als drummer. Ja, heel tof. Precies. Ja. Dankjewel voor je tijd. Super, graag gedaan. Super tof dat je dat wilde doen. Ja, nee, en jullie ook dankjewel voor het kijken allemaal weer. Mocht je nou vragen hebben voor Leon, doe ze hieronder het video even in de reacties plaatsen. En dan gaan we daarop reageren. En dus nogmaals dank voor het kijken. En misschien tot de volgende aflevering. Maar voorlopig was dit even de laatste van het eerste seizoen.
Dus mocht je suggesties hebben voor nieuwe kandidaten, laat het even weten. Dankjewel. Later. Vond je dit nou ook een te gekke video? Klik dan hier voor meer video's. En klik hier om te abonneren op ons kanaal. Dankjewel.